in de mooiste stad van Nederland staat het werk nooit stil. De wegen zijn talrijk en het onderhoud daaraan is ook veelomvattend. Uiteraard het verwijderen en het aanbrengen van het asfalt zelf. Maar ook werkzaamheden zoals het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen, het informeren van de burgers, het aanbrengen van de wegmarkering en alle overige werkzaamheden die erbij komen kijken. Het zijn zomaar wat taken van een van de meest veelzijdige afdelingen binnen Stadsbeheer Rotterdam. Het specialistisch team Asfalt en Beleining van Uitvoering Werken. Ver Versteeg is de projectleider. Nico Krijger, Peter van de Heuvel en Wilco den Hartog zijn de drie uitvoerders. En waar zouden ze zijn zonder de administratieve ondersteuning van Greta Robel? Maar ook parkeerautomaten, de inrichting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen, bijzondere markering, innovatieve soorten asfalt en alles wat er komt kijken bij de evenementen als de Marathon van Rotterdam, Tour de France en de Wereldhavendagen. Het werkzame gebied strekt zich uit van de Hoek van Holland tot aan het strand van Nesselanden. Met hun eigen asfaltploeg kunnen ze zo ongeveer elke klus aan. Alleen of samen met externe aannemers. Zoals hier, op de Ring in Pernis. Of de Bentinklaan. Maar ook kleine scheuren repareren. Noem iets en ze kunnen het. Het belijnen van ruim 170 sportvelden. Voetgangerspaadjes op een parkeerplaats bij de hockeyclub. Het plaatsen van een fietstrommel. Bewegwijzering naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Maar ook het inrichten van parkeerplaatsen zelf voor diezelfde elektrische auto's. Het vervangen van 2800 oude parkeerautomaten. Het plaatsen van de verwijsborden naar de parkeerautomaten. Innovatie speelt een belangrijke rol. Speciale soorten asfalt worden gebruikt, zoals geluidsreducerend asfalt, gekleurd asfalt, schelpenasfalt, streetprint. Soms wordt het zelfs speciaal ontwikkeld door het team zelf. Welk materiaal is nu waar het best geschikt voor? Men weet precies wat nodig is, wat kan en wat juist niet. Omdat de uitvoerders van de specialistische afdeling zich dagelijks in de stad begeven, zijn ze een vraagbaak geworden voor velen die iets in Rotterdam gedaan willen krijgen. Een verantwoordelijkheid die ze graag nemen, omdat ze Rotterdam en haar burgers willen dienen. Gisteren, vandaag en morgen ook weer.